Ja, elke moeder wordt op een goede dag vervangen door YouTube of Google, hè. Hey, maar ik ken een moeder, hè, en die zag haar dochter zo weinig, sinds dat die dochter een laptop had, dat die een filmpje heeft gedraaid en dat op YouTube heeft gezet. Met de volgende boodschap. Yes, darling, it is I. Your mother speaking. Listen very carefully to this message. I will only say it once. Inderdaad, ik zie u graag. En ik heb ook mijn gevoelens! En volgende week is het inderdaad mijn verjaardag! Ik dank u voor uw aandacht. Weet je wat ze heeft gekregen? Een keukenrobot. Ja, ze. Maar eigenlijk, hè, je kunt als moeder niet op tegen het internet. Hè. Dat kun je niet tegenop. Hè. Nee, en je weet vooral niet wat ze daar allemaal vinden en uitsteken. Hè. Dat weet je niet. Hè. Dus op een dag dacht ik, oh, wacht eens even. Als ik mij nu eens voordoe op Facebook, hè, als een jong meisje, en ik zoek contact met onze jongste, dan weet ik tenminste waar dat hem zoal mee bezig is. Hè. Zo gezegd, zo gedaan. Ik vermom mij in Kira, 16 jaar, en ik schrijf een vriendschapsverzoek naar onze jongste. 2 uur later kreeg ik antwoord. Ik zie dat jij ook een fan bent van Pukkelpop. Kei tof! Dan wilde jij zeker ook wel mijn ticket betalen, hè, moeder? Ik zeg, hoe wist jij dat ik dat was? Ja, moeder. Als je nog eens een vals profiel aanmaakt, moet er wel opletten dat je meer friends hebt dan onze pa en tante Gerda, hè? Ik vond dat ook vriendelijk. Ik vond dat nog een vriendelijke manier om eigenlijk te zeggen, moederke, laat het los. Laat het los. Je kunt toch niet meer volgen. Ja, natuurlijk kan ik het niet volgen, want ik speelde buiten. En dat kan hij dan weer niet, hè. Ze kunnen het niet meer, hè, buiten spelen. Er is bestaan een cursus nu, hè. Ja, maar het is waar, hè. Het heeft in de gazet gestaan. En wat in de gazet staat, dat is waar, hè. Stond in de gazet. Een cursus, ja, maar ik ben niet ontzwet. Het is echt, hè, een cursus. Hoe leert je buiten spelen? Kei tof! Ik vind dat ze dat ook voor pubers moeten doen. Bijvoorbeeld als onderwerp, hoe leert je 's morgens opstaan? Ik zou er direct aan meewerken, hè. Ik zou al een hoofdstuk op mij pakken. Het hoofdstuk waarom daglicht niet schadelijk is voor de gezondheid. Hey, maar ik ken mensen die schrikken zich te pletter, hè, als hun eigen kinderen bij daglicht thuis ontmoeten. Hè. Ah, schatje! Ik wist niet dat jij hier nog woonde. Zitten er misschien nog collega-vampiers op uw kamer of wat? Als hij zijn orgasme bereikt, is een beetje gekreun van jouw kant niet misplaatst. Wacht, die nog niet gedaan, die nog niet gedaan.